Op een bepaald moment moet elke held zichzelf afvragen: hoe ver wil ik gaan om het koninkrijk dat ik dien te redden? Voor de gemaskerde ridder is het antwoord op die vraag heel simpel. Hij zal doen wat nodig is. Gwyn, Gwyn, hoe lang sta je daar al? Lang genoeg. Arwin, je bent er! Het riddersignaal is geen speelgoed, Dario. Oké, waar kijken we naar? Dit is het geheime wapen dat Novelmore moet gaan beschermen tegen de raiders. Ik presenteer de luchtverplaatser. Je cape gaat ervan wapperen en dan zie je er super eng uit. Daarom heb ik je opgeroepen. Dario, het spijt me, maar ik denk dat je jezelf echt tekort doet. Dit is je beste werk tot nu toe. Ik hoop dat je ook nog wat anders hebt. Ja, hier ligt nog de blikopener. Maar ik weet niet helemaal zeker wat een blik is. Wat je ook kan zeggen is dank je, Dario. Weet je wat? Dario, er is iets dat we zeker kunnen gebruiken. En alleen jij kan het in elkaar zetten. Wat dan? De Invincibus. Ja! Nee! Ja! De Invincibus is het ultieme wapen. De Invincibus kan ons allemaal vernietigen. Maar luister even. Wat als dat niet gebeurt? Kom op! Dat zou zo cool zijn! De Invincibus is zo krachtig dat het de vijf rijken plat zou kunnen leggen. Volgens de legende zal degene die het panzer draagt de drang krijgen om alles te vernietigen. Dus je zegt nee? Mijn voorouders hebben het met een reden verstopt. Oh, je weet niet eens waar het is. Nee! Ik bedoel, we gebruiken de Invincibus niet en daarmee uit. Prima, zeg dat dan gewoon. Kaboom! Je hebt me zeer teleurgesteld. Ik kan het uitleggen, heer Bayron. Ze hebben ons opgewacht. Wie heeft jullie opgewacht? De prins van Novelmore in hoogste eigen persoon. Samen met een van de Davanchis. En een meisje, een dappere angstaanjagende krijgster. En jij weet niet eens meer hoe ze heet? Nee, ze was angstaanjagende. Genoeg! Mijn vader wil geen excuses horen van zijn onderdanen. Hij wil resultaten. Oh, is prins Brody jaloers omdat ik de favoriet van zijn papa ben? Je bent een schurk en niet goed, Snake. Dat is mijn baan. Nu nog wel. Breng mij de Invincibus, Kaboom. Anders stuur ik je ergens anders heen om daar de clown uit te hangen. Heer Bayron, grote machtige heerser over de Crimson Caldera. Ik vrees dat de drie verdedigers van Novelmore onverslaanbaar zijn. Stuur mij erop uit, vader. Oh, weet je wat? Ik heb al een plan. Doei! Zij zijn met z'n drieën en ik ben in mijn eentje. Hoe kan ik ze nou verslaan? Of misschien hoef ik ze niet allemaal tegelijk te verslaan. Verdeel en heers. Oh, dit gaat een klapper worden. Maar vader, de gemaskerde ridder is een held. Hij heeft de verdedigingsplannen afgepakt van de raiders. De profetie van de vijf pilaren verbiedt contact met de buitenwereld. Dus de gemaskerde ridder heeft die wet geschonden. Gegroet zijt u alle heren. Excuseert u mij. Voorzichtig. Dank u voor uw hulp, mijn heer. Maar natuurlijk. Arwin? Is dit een masker? Vader, ik kan het uitleggen. Wat kun je uitleggen? Kun je uitleggen waarom mijn eigen zoon omgaat met een gezochte crimineel zoals de gemaskerde ridder? Nee, vader. Ik ben de gemaskerde ridder. En nu lig je tegen mij om hem te beschermen? Ridders, arresteer prins Arwin. Maar jullie snappen toch dat ik de gemaskerde ridder ben? Ik ben echt de gemaskerde ridder! Halt! Wie is daar? Goedendag. Ik heb een boodschap voor zijn majesteit. Geef de boodschap maar aan mij. Niemand mag naar binnen. Dat heeft koning John zelf bevolen. Ik denk toch echt dat ik deze boodschap beter persoonlijk kan overhandigen. Lucifex Spiralia! Nu zullen jullie zien hoe Lucifex zijn hoofd gebruikt. Ram die poort omver, grote jongen. Te wapen! Te wapen! Houden jullie van pittig?
Kalderiaanspeper! Helemaal vers uit de Crimson Grotten. Mijn vrienden en ik zijn immuun, maar jullie niet bepaald! Wat is er, ridders? Kunnen jullie het niet aan? Naar de troonzaal! Dario? Hoi, Quinn! Arwen is gearresteerd. De raiders zijn het kasteel binnengedrongen. We moeten hem bevrijden en de raiders verslaan voor ze bij de koning zijn. Wat? Werkt dit ding echt? De pedaalkopter? Nee, niet echt. Prima. Neem mee wat nuttig kan zijn en kom mee. Hoe kan dat nuttig zijn bij een gevangenisuitbraak? Goed punt. Ik neem de blikopener mee. Laat me eruit. Ik trek dit niet meer. Wat is muziek toch rustgevend. Dario, Quinn, wat leuk dat jullie langskomen. We komen niet voor de gezelligheid. De raiders zijn er. We moeten gaan. Het allergieseizoen lijkt wel steeds vroeger te beginnen. Ze hebben geen allergie. Atje! 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 Peperballonnen! Atje! Zet deze op! Blijkbaar waren ze toch nog nuttig, hè? Ridders, wat heeft dit allemaal te betekenen? Volgens de regels van de profetie mogen jullie dit koninkrijk niet betreden. Bla bla bla, profetie. Klink ik echt zo, Scribbles? We zijn hier voor Novelmore's ultieme wapen, koninkje. De Invincibus. Ik heb geen idee waar je het over hebt. En ik beveel jullie nu te vertrekken. Prima, dan maar op de moeilijke manier. Op jullie gezondheid! Jij gaat met ons mee, proestkoning. We moeten die pepervlokken weg zien te krijgen. Ben zo terug. Vader! Luister goed, schurken. Laat de koning gaan, anders krijgen jullie spijt. Wat zei je? Ik kan je niet horen. Laat mijn vader nu gaan. Dwing ons maar. Houden ze van pittig? Nou, dan krijgen ze pittig ook. Avala! Toepastreffer. Dit was het dan, nobele ridders. Ik ben Dario Da Vinci, familie van de wereldberoemde Da Vinci's. En ik ga het kasteel redden met mijn briljante uitvinding die echt werkt. Hoorde je dat, Quinn? Ja, ik hoorde je, Dario. De pedaalkopter werkt! Nu is het onze beurt. Blijf daar, of zeg jullie koninkje gedag. Ik ben koning John van Novelmore. En zo zul je mij ook aanspreken. Jullie zijn nog mooi niet van ons af. Dat soort krachten. Jullie zijn vandaag erg dapper geweest. En jij al helemaal, mijn zoon. Dus zal ik je vergeven. Als je me maar vertelt wie de gemaskerde ridder is. Ik ben het, vader. Ik ben de gemaskerde ridder. Weet je wat? Je hoeft het niet te vertellen. Het belangrijkste is dat Novelmore weer veilig is. En natuurlijk het feit dat die vervelende indringers nooit meer terugkomen. Uwe majesteit, ik denk niet dat het... En natuurlijk het feit dat die vervelende indringers nooit meer terugkomen. Het
is ons gelukt. We hebben de raiders verslagen. We hebben ze niet verslagen. Oké. Als je erop staat, ik heb de raiders verslagen. Huh? Op het laatste moment heb ik iedereen gered. Ik denk dat Gwyn bedoelt dat we ze niet hebben verslagen omdat ze terugkomen. Ik kan best voor mezelf spreken. maar ja, dat bedoelde ik wel, ja. Ik hou van mijn vader. Maar als hij weigert dit als een dreiging te zien, kan hij die dreiging ook niet afweren. Dus wat betekent dat dan? Het betekent dat wij dat moeten doen. Ik was al bang dat je zoiets zou zeggen. Voor Navelmoor!